Het DNA-lid Patrick Kenzenhuis had hoge verwachtingen ten aanzien van de jaarrede en de begrotingen voor het dienstjaar 2018. Volgens hem is het elke keer weer een nieuwe uitdaging om de begrotingen in te dienen. Belangrijk voor hem op dit moment is hoe de inkomstenverhogende maatregelen in de begrotingen zijn verwerkt. Volgens Kenzenhuis wordt er ook gekeken hoe de zaken die opgenomen zijn in het ontwikkelingsplan in de begroting 2018 zijn uitgewerkt. Met inkomstenverhogende maatregelen is het altijd goed om te kijken naar wat zijn ook de bezuinigingsmaatregelen. En we hebben een aantal uitdagingen als land. We kijken ook naar de nieuwe zaken met betrekking, de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de mijnbouwsector. Hoe is deze ook verwerkt in die begrotingen? En tegelijkertijd kijken we uit naar de versterking van de agrarische sector, de toerisme sector. Omdat ik vind dat deze sectoren de toekomst zijn wat de ontwikkeling betreft van ons land Suriname. Maar dat horen we al een tijdje. Al een tijdje horen we Brand over versterking van de agrarische sector. De productie moet op gang worden gebracht. Zit het er echt aan te komen? Dus ik hoop nu wel. We hebben de aanname gehad van het ontwikkelingsplan een paar maanden terug. Het is over deze periode, 2007-2021. We hebben dus nu de begrotingen van 2018. Dus nu wordt echt gekeken naar de uitwerking van een aantal zaken. Ik denk dat Suriname nu op een cruciaal punt staat. En dat cruciaal punt is, laten we dus nu inderdaad die agrarische sector en die toerisme sector die kans geven die ze behoeven. Alles DNA-lid Patrick Kenzenhuis, zijn collega Ingrid Karta-Bink, had niet dezelfde verwachting ten aanzien van de jaarrede. Volgens haar wordt er elk jaar weer beloften gedaan die niet echt worden waargemaakt. Dat moet volgens haar veranderd worden. Karta-Bink is onlangs met een DNA-delegatie richting Indonesië vertrokken. Deze reis heeft voor een beetje opschudding gezorgd, omdat de PL van Somoharjo had aangegeven niet meer op dienstreis te zullen gaan. Voor dit geval was er echter een uitzondering gemaakt, zei PL-voorzitter Paul Somoharjo. Het punt is twee. Dus één was, we hebben een uitzondering gemaakt omdat het een hele belangrijke vergadering is voor Suriname ten aanzien van klimaatsveranderingen. En ten tweede is, omdat de speaker van het land Indonesië ons uitgenodigd heeft. En ik voelde me geroepen, onze partij voelde ons geroepen dat we deelnemen aan deze conferentie. Ik kan u helaas niet echt in details vertellen wat we daar allemaal mee hebben gemaakt. Omdat wij eerst in een huishoudelijke vergadering het moeten meedelen. Dat zou mijn vraag zijn aan het parlement. Dus we zijn eerst hun verantwoording schuldig. En daarna komen we dan met een verklaring naar buiten wat we allemaal mee hebben gemaakt. En u ziet, in die periode dat we daar waren, hebben we zoveel meegemaakt in het Caribisch gebied. Wat klimaatsverandering met zich meebrengt. Dus onderschat het niet. We moeten beginnen. We zijn met enkele projecten begonnen in Suriname. Maar er moet meer komen. En het begint bij het individu. Hoe wil jij je land laten uitzien als je wel in het buitenland bent en een propje in je zakje doet? Waarom kan je dat niet in Suriname? Het begint met de kleine. Dat is dus DNA-lid Ingrid Karta-Bink. We spraken haar vandaag voor aanvang van de presentatie van de jaarrede door waarnemend president Ashwin Adin.